Ja, vandaag wilde ik jullie iets laten zien in mijn tuin. Een nieuw experiment wat ik aan het doen ben en het heet elektrocultuur. Ik ben er een paar maanden geleden mee begonnen en ik heb een aantal antennes in mijn groentebak gezet. En het idee is dat daarmee planten groter worden, gezonder, minder last hebben van ongedierte. En ik weet niet, het heeft nog allerlei andere voordelen, maar ik ben er pas net mee begonnen. Maar ik ben best wel onder de indruk, moet ik zeggen. En ik dacht, ik wil jullie graag het een en ander laten zien van de resultaten. Dus kom je mee? Dit is de groentebak. Ik weet niet of je het goed kan zien. Even kijken. Ik denk dat de groentebak iets van 6 bij 1,5 meter is. Fascinerend is dus dat mijn pompoenplanten het ontzettend goed doen dit jaar. Ook andere planten. Zoals je kan zien is het helemaal ontploft bij mij. Ik heb de pompoen dus opgebonden tegen het rek aan, omdat ik weinig ruimte heb. En je kunt zien dat dit touwtje hier was 3 dagen geleden. Dat was ongeveer het einde van deze plant. En nu is die, nou ik denk 1, 2, nou, zeker 40 centimeter gegroeid in 3 dagen. Dus dat is ruim 10 centimeter per dag. Nou weet ik niet of dat normaal is voor pompoenplanten in de zomer. Het is nu juli. Maar ja, ik vind het wel ongelooflijk. Want ik heb ook nog nooit zoveel vruchten gehad namelijk. Als ik kijk per plant. Ik zie hier 1, 2, 3, 4. Ik tel ontzettend veel vruchten per plant dit jaar. Dus, en ook ontzettend veel bloemen waar ook nog vruchten gaan aankomen. Ja, en dat komt dus allemaal door deze fascinerende, ja, antennes noem ik het maar. En het is niks anders dan een beetje koperdraad omgewikkeld langs een bamboestok. En die heb ik flink in de grond gezet. Dit zijn de bonen. Nou, die doen het ook ontzettend goed. Kijk maar eens hoe groot deze bladeren zijn. Ontzettend goed van kleur. Er komen al boontjes aan. En ja, ook weer hetzelfde principe. Koperdraad eromheen gewikkeld. Dit is bolcourgette. En je kunt ook zien hoe groot momenteel deze bolcourgette is. Ik weet niet of je het kan zien. Maar het is echt reuze groot. En ik zie daar in de hoek ook nog 2. Ja, dat is ook in een paar dagen tijd gebeurd volgens mij. Dat er net 2 nieuwe bij zijn gekomen. Dus het gaat echt ontzettend rap. Deze bladeren, moet je nou kijken hoe groot. Ik kan gewoon mijn hele hand erin doen. Hier gaat het ook lekker. Enorme kolen. En het gaat zo snel. Dat verbaast me. Het tempo ligt zo snel. Aardappelplant. Hier, dit is allemaal rode biet hier. En dat gaat ook echt als een tierenlier. Volgens mij zijn die rode bieten ook alweer bijna deze grootte. Nou moet ik wel zeggen, hebben we natuurlijk ook een heel erg goed jaar gehad. Of ik bedoel, het is een heel goed seizoen. Heel veel warmte en weinig nattigheid, waardoor de slakken geen kans hebben gekregen. De laatste antenne die in de buurt staat van deze bak, dat is deze hele hoge paal. Ik heb hem geprobeerd zo hoog mogelijk te maken. En het idee is dat je dan atmosferische energie oppikt en die naar beneden laat stromen. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en dat je net zo enthousiast bent geworden door elektrocultuur als ik. En hopelijk zal ik snel weer wat nieuwe filmpjes uploaden. En laat me weten wat je van deze film vindt. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. En duimpje omhoog als je deze film leuk vindt. Oké, dankjewel. Tot de volgende keer. Hoe heet deze biet? De gele biet. Gele biet. Sunny biet. Biet. De zonnige biet. Sunny. Kijk, hoe mooi.